Hallo Boppers. Ja, ik ben een trucker. Ik heb een cursus gevolgd. Een vrachtwagen moest rijden. En het is gewoon een ontzettende, hete, hevige wereld waar ik me in bevind. En daar vind ik het leuk om gezellig, lekker even vrachtwagen te rijden met mijn instructeur Henk Hofland. Hallo Henk, hi, Bob. Oude trucker van me. We gaan lekker trucken. Gaat u mee? Hallo Ton en Boon. Hallo Helco. Ton den Boon, de hoofdredacteur van de Dikke van Dalen. Je neemt ons mee naar de jaren 90, naar de schreeuw van de leeuw, naar Bopper, Annie de Roy en naar de Boppers. Klopt, ja. Want Hallo Boppers is natuurlijk was razend populair in de periode dat de schreeuw van de leeuw werd uitgezonden. Dankzij die typetjes van Paul de Leeuw. En dat Hallo Boppers of allerlei varianten, Hallo Boppers of Boppertjes. Al die varianten kwam je op een bepaald moment heel vaak tegen. En niet alleen maar in gesproken taal, maar zelfs in geschreven taal. Ja, en wat wil dat dan zeggen? Als je iemand begroept met hallo Boppert of hallo Boppers. Ik bedoel, wat zeg je dan eigenlijk? Nou, in die periode gaf je daarmee vooral aan dat jij dus een naar dat programma van, ja, van Paul de Leeuw keek en dat je een fan was. En het had altijd iets ironisch of iets schertsend als je dat gebruikte. Je zegt dat nooit serieus als je ergens binnenkomt van hallo Boppers. Nee, je wilt dan inderdaad, je introduceert jezelf op een bepaalde manier. Je zet jezelf op een bepaalde manier neer. Van, ook nou, qua ik, smaak bijvoorbeeld. Qua smaak, maar ook wat je leuk vindt. Ja, en ook als een soort gangmaker. Dat speelde ook zeker een rol mee. Nou ja, dat werd zo vaak gebruikt, dat hallo Boppers, dat ingeburgerd raakte en ook wel weer een eigen leven ging leiden. Dus op een bepaald moment denk ik dat ook mensen die niet naar Paul de Leeuw keken, dat die ook die uitdrukking kenden. Nou, gaat het in deze rubriek om woorden en zinnen die het woordenboek zouden kunnen halen, omdat ze afkomstig zijn uit radio en televisieprogramma's, maar daar eigenlijk van losgezongen zijn en nu door iedereen gebruikt worden in de taal. Zou Boppers ook een plek verdienen in het woordenboek, denk je? Nou ja, weet je, het punt is dat dit soort uitspraken heel erg tijdgebonden zijn. Ik denk dat als ik het nu zou vragen en ik zou nu een beslissing moeten nemen, dan is het inderdaad zo dat Hallo Boppers nog zo vaak voorkomt dat het in de Dikke Van Dalen zou kunnen worden opgenomen. Maar het geeft wel een tijdsbeeld, dus ik weet niet of het echt definitief in het woordenboek komt, maar het zou erin kunnen komen. Het wordt nog steeds regelmatig gebruikt. Al neemt het wel af, de frequentie. Maar ik vind het wel dat het echt beschreven zou moeten worden. Al was het niet in een woordenboek, dan in ieder geval een ander boek over de invloed van van televisie op het Nederlands. Ja, precies. Paul de Leeuw natuurlijk een belangrijke tv-maker ook wat dat betreft. Er waren meer kreten en uitdrukkingen in de schreeuw van de leeuw die heel vaak gebruikt werden daarna, zoals bijvoorbeeld ook deze. Dat wilde ik nog even kwijt. Dat is ook zo'n uitdrukking die daarna, nadat die dat introduceerde op Schotterdams, heel veel gebruikt werd in het Nederlands. Ja, sterker nog, die foute vervoeging van werkwoorden, die je ook hoorde in daar bent ik weer, dat Rotterdamse, die foute vervoeging van werkwoorden was op een bepaald moment ook heel erg populair in die periode dat Bob en Annie de Roy regelmatig op televisie was. Maar dat wilde ik nou even kwijt, dat is echt een uitdrukking die destijds best vaak werd gebruikt. Hij werd trouwens ook heel vaak verbasterd tot dat wilt ik nog even kwijt of dat wilt ik maar even kwijt. En hele beschaafde mensen die waren hypocorrect en die maakten ervan dat wilde ik nou even kwijt. Dan gaat het hele effect verloren. Ja, dan kun je het beter op je eigen manier zeggen. Ja, precies. Ja, ja. Maar goed, er werd dus vaak verwezen met deze uitdrukking naar Bob de Roy weer. Ja, Bob de Roy, die toen heel populair was natuurlijk, heeft nog een uitdrukking beroemd gemaakt. Hallo Boppers! Grote dikke koppen! Nou, de directie van het theater wenst u een hele prettige voorstelling! Filmpje! Ja, filmpje! Dat riep hij te pas en te onpas als er dan een instart kwam in dat tv-programma.
Op zich is filmpje een gewoon woord. Maar het kreeg een nieuwe dimensie, dat woord, dankzij Bob en Annie de Rooij. Ja, en een enkele keer maak je nog steeds wel eens een presentatie mee dat iemand zegt, dus die staat op het toneel, of staat ergens voor een bepaalde groep, iets zeer zakelijks te vertellen. En dan wordt er opeens moet er een filmpje getoond worden. En dan roept hij ook, filmpje! En dat is dus duidelijk nog weer een verwijzing naar die jaren 90, naar die serie, of naar die programma's van Bob en Annie de Rooij. Maar filmpje als woord staat natuurlijk in het woordenboek als verkleinvorm van film. Daar ga je niet naar deze uitzendingen van Paul de Leeuw voor wijzen waarschijnlijk. Nee, maar het is wel zo dat filmpje op die manier met een uitroepteken erachter, want zo wordt het ongeveer gebruikt en dat hoor je ook bijna. Dat is dan niet meer zozeer een verkleinwoord van het zelfstandig naamwoord film, maar dat is dan een tussenwerpsel. Dus het is een zinnetje dat op zichzelf staat en uit één woord bestaat. Zoals je ook bijvoorbeeld aju zou kunnen zeggen. En als filmpje dus inderdaad heeft niet een specifieke betekenis, maar wel wordt het op een specifieke manier gebruikt. En daarom is het dus inderdaad toch wel interessant, dit woord. Ja, het is een interessant gegeven, die boppers. En dat wilde ik nou even kwijt en filmpje. Maar het valt mij ook wel op dat het eigenlijk heel erg te maken heeft met een manier van kijken naar het leven. Wat vind je leuk in het leven? Hou je van die humor van Paul de Leeuw? Als dat allemaal het geval is, dan heb je deze woorden en dit taalgebruik omarmd. Maar je kunt het dus ook heel erg goed links laten liggen als je er niks aan vond. Ja, maar dat geldt natuurlijk voor heel veel van dit soort sketches. Je kiest ervoor om ernaar te kijken. En de een die houdt van Jiskevet en de ander houdt van Bob de Rooij. En er zit uiteindelijk gewoon een soort nuanceverschil in smaak in. En dat betekent dus ook dat de een zal uitdrukkingen uit Jiskevet overnemen, de ander van Bob de Rooij. Maar het leuke van Bob de Rooij en Annie de Rooij, en ook van Jiskevet natuurlijk, is dat die woorden en uitdrukkingen toch een beetje los zijn komen te staan van die uitzendingen zelf. En dus ze hebben een meerwaarde gekregen in de taal. En dat wil niet per se zeggen dat zoals filmpje of dat wilde ik nou even kwijt, dat het een specifieke betekenis heeft gekregen. Maar het heeft specifieke gebruiksmogelijkheden gekregen. Ja, dat zeg je mooi. Geen betekenis, wel gebruiksmogelijkheden. En als ik bijvoorbeeld jou morgen begroet, jou en je gezin, ik zeg maar wat, met hallo boppers, dan zou het zomaar kunnen zijn dat ik niet meer weet dat dat bij Paul de Leeuw vandaan komt, maar dan vind ik dat gewoon een leuke manier van mensen begroeten. Ja, dat zo wordt het ook inderdaad een enkel keertje wel gebruikt. En ik heb mensen er wel eens op betrapt dat ze een hallo bopper zeiden tegen iemand die de Bob was. Dus die niet zou drinken in het café. Ja. Dus daar worden twee betekenissen die ongeveer uit dezelfde tijd, in dezelfde tijd opgekomen zijn, werden met elkaar gecombineerd. Ja, en dat maakt dit natuurlijk wel heel erg interessant. Ja, wat is die taal toch mooi, hè? Mm. Tot de boot, dankjewel. Tot de volgende keer weer. Als de sneeuw valt op een koude Rotterdamse morgen, een arme baby wordt geboren in de ghetto. In de ghetto. En zijn moeder huilt. Er is één ding wat ze echt niet wil, naast vier kleuters ook nog babygegil in de ghetto. In de ghetto. Mensen, heb nou medelijn, staat het arme jochie bij. Anders wordt hij later crimineel, zo ben ik bang. Kijk nou eens naar jou en mij, staan wij er als blinden bij. Of draaien we onze hoofden af en gaan ons eigen gang. Ach, de wereld draait. En een hongerig ventje met zijn baseballpet speelt in de gangen van een grote flat in de ghetto. In de ghetto. En zijn maagje knort. En hij breekt in bij een oude vrouw. Hij rooft de koelkast leeg, slaat oma blauw in de ghetto. In de ghetto. En op een nacht barstend van de honger, de jongen slaapt nu door. Hij koopt een mes, steelt een kar,
wordt ontdekt en komt niet vaar. En zijn moeder huilt. En de mensen staan erbij om die jongen heen. Hij ligt met dat mes en dat bloed heel alleen in de ghetto. In de ghetto. Haar zoon die sterven gaat. Want hij sterft van de honger, zijn leven was kort. Als er weer een kleine baby geboren wordt. In de ghetto. In de ghetto. En zijn moeder huilt. In de ghetto. 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 Ja, Popeyes is natuurlijk een eerbetoon aan onze eigen king. Elvis Presley die al 15 jaar onder de zoden legt. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Bye Elvis in de ghetto. In de ghetto.